Je zei steeds, het gaat niet over dat miljoenenbedrijf. Dus het gaat niet over dat geld. Maar waarom wil jij dan eigenlijk een miljoenenbedrijf? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat het gaat over impact maken. Bij Storybrand, door het schaalbare model, ik voel daar dat ik een verschil kan maken in ondernemingen en ondernemers. Dan maak je direct ook een impact in de maatschappij. Want zonder ondernemers en ondernemingen stort de hele bende in. Het zijn niet de multinationals in Nederland die onze werkgelegenheid zoeken. Het zijn echt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ja. Het is niet de politiek die de wereld gaat redden. Het zijn eigenlijk ondernemers en ondernemingen die altijd en overal het verschil zullen maken. Dus jij helpt ondernemers om het verschil te maken. Ja, ja. Ja. En daarbij komt, ik vind het spelletje gewoon heel erg leuk. Ik vind als je er heel goed in bent en het lukt je, waarom zou je dan niet het spelletje wat groter maken? Ik bedoel, toch? Ja, ja. Nee, dat vind ik ook. Ik vind het spelletje ook heel leuk. En het spelletje is dus in mijn ogen, is dat geheel van het neerzetten van een bedrijf, wat kan groeien? Daar zitten zoveel puzzelstukjes in, van team naar processen, naar overtuigingen, naar geld, naar waarde, naar visie, naar strategie. Ja. En al die puzzelstukjes bij elkaar, dat is het spelletje. En als je dat leert spelen, ja, dat is gewoon hartstikke leuk.